Ik werk voor Bender als verpleegkundige. De mensen waar ik mee werk zijn voornamelijk oudere mensen, hè? Dus geriatrische bewoners. Ik ben best wel iemand die van grapjes houdt, moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook wel een beetje een drijfveer van me. Je merkt toch soms dat je door bepaalde barrières heen prikt, hè? Dus mensen die soms oncomfortabel zijn. Waarom is aandacht zo belangrijk in mijn werk? Ja, vooral ik werk in de zorgsector, hè? Dus de bewoners waar ik mee werk, die hebben dat ook gewoon echt nodig. Ze zien echt dat je er voor hun bent. Waar kunnen ze mij in het midden van de nacht wakker voor maken? Ja, lekker eten, dat wel, ja, ja. Even kijken, als er natuurlijk wat aan de hand is, hè, kun je me altijd wakker maken. En mijn dochter doet het zelf altijd al, dus ja, dat... Het belangrijkste voor mij bij Bender was namelijk vrijheid. Er wordt echt gekeken van, hé, wat zijn jouw wensen? Daar houden ze dan ook echt rekening mee. Ja. Je voelt wel dat je echt thuis bent. Ja, ja, iedereen is zo leuk met je en ze staan altijd voor je open. Als je wat is, kan je altijd aanbellen. We hebben pas dus het Oktoberfeest hebben we toen gehad. Gaat het maar fout. Normaal zie iedereen die heel netjes hè, op kantoor en dergelijke verschijnen. Toen kon iedereen de gekste outfits. En het was heel gezellig, fijn, prettig. Ja. Bender voor iedereen. Ja, dat is wel iets om op van Bender. Ja, ja.